Polykliniek Dritabiki van medische zending wordt opgeknapt, het ministerie van Volksgezondheid stopt 200.000 Surinaamse dollar in de verbouwing van de polykliniek van de medische zending te Dritabiki. Minister Antoine Elias zegt aan Star News dat het gebouw in zeer slechte staat verkeert, hij vindt het een belangrijke mijlpaal dat de verbouwing begonnen is en in juli af zal zijn. Dit project trekt hij met zijn collega André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, in dit pand zal een afdeling van sociale zaken komen. Zodat het ministerie zelf de basiszorgverzekeringskaarten, BZV, kan uitprinten. Elias zegt dat de dependance voortvloeit uit de afspraken die hij en Misiekaba hebben lopen. Afgesproken is dat voortaan de BZV-kaarten alleen door sociale zaken worden verstrekt. Dit besluit is genomen om de distributie verder te optimaliseren en om de bewoners de garantie te bieden dat het binnenland niet overgeslagen wordt. De bewoners van Dritabiki en omgeving kunnen naast medische zorg vanaf juli terecht de polymedische zending Dritabiki voor hun BZV-kaarten die ter plekke geprint zullen worden. Elias zegt dat dit ongekend is, om aan een kaart te komen, moesten bewoners veel kosten maken om naar Paramaribo af te reizen voor hun BZV-kaarten. Nu kunnen de mensen dicht bij huis over hun kaart beschikken.